De advocaat-generaal acht bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de levensberoving op haar beide kinderen. Hij vindt dat er sprake is van een dubbele moord. In hoger beroep zijn diverse deskundigen gehoord, met name rond de vraag of aan mevrouw een gedwongen behandeling moet worden opgelegd. Op basis van de verklaringen van de deskundigen komt de advocaat-generaal tot de conclusie dat dat niet het geval is. Hij heeft daarom alleen een langdurige gevangenisstraf geëist om recht te doen aan de ernst van deze feiten.